Een tijdrit van 14,1 kilometer met een waanzinnige mooie winnaar, Jos van Emden. En wie had hij op zijn lijst staan, jongens? De kikker. Oh, echt waar? Tuurlijk, ik had 4 namen. Maar je had hem niet als eerste? Jawel, ik moest van jullie de keus maken. Ik ken Jos al vanaf zijn 15e toen hij op de wielerschool kwam. Dus ik weet wat hij kan en wat hij niet kan. En ik heb hem in een tijdrit in Utrecht ook nog over zijn bol gehaaid voor de tijdrit. Ik zeg, Jos, heb jij hem begeleid? Nou, ik ben adviseur van de school. Ik heb met de trainers gewerkt, ik heb met hem gewerkt. En hij was daar het jonge talentje. Toen wist hij zelf nog niet dat hij talent had. En hij is supersnel gegroeid in 1 keer. Als je in de Tour in de proloog 5e wordt, en ook ongeveer op die afstand, ja, daar zijn nog betere tijdrijders aanwezig dan hier in het Eneco-peloton. Hey, en het klassement ziet er na vandaag heel anders uit. Wat gaat dit betekenen voor de aankomende dagen? Ja, ik denk dat we een spannende wedstrijd gaan krijgen, zeker in de finales. Zoals de jongens van BMC ook. Ze staan met 3 waarschijnlijk in de top 10 in het klassement. Eerste was Greg Van Avermaet, die een schitterende tijdrit rijdt, want hij is niet de puur sang tijdrijder, maar op dit parcours kan hij zijn mannetje staan. Hij was 6e geëindigd. Of hij is 6e geëindigd. Dan heb je Manuel Quinciato, ook een man voor dat werk. En dan heb je nog Philip Gilbert. En die staan allemaal op een handvol seconden. En het zal werken worden voor Lotto Jumbo Team. Hoe moeten ze morgen gaan werken? Als jij ploegleider zou zijn van Lotto Jumbo en jij zou vanavond de ploegenbespreking moeten leiden, wat zou jij die jongens mee gaan geven? In ieder geval Wilco Kelderman, dat is gewoon de man die uitgespeeld wordt. Want die heeft de kwaliteit om in het moeilijke terrein beter uit de voeten als Jos. En dat weet Jos en dat weet dus ook bij de ploeg. Dus die trui vasthouden, daar hou je eigenlijk voor 2 man probeer je die trui vast te houden. Maar of Jos dat morgen recht kan houden, ik denk het morgen nog wel. Maar dat hangt weer van de concurrentie af. Wat die allemaal wil en wat die onderweg onderneemt. Maar dat, morgen is nog wel een mogelijkheid. Ik denk dat Tom Boon misschien morgen van de sprint nog kan winnen van toch een omvangrijke kopgroep. Dus jij zegt Tom Boon? Ik denk dat Tom gaat voor proberen voor een 2e overwinning. Henk? Dan ga ik maar voor Viviani. Want die reist er ook niet zomaar af. Dus dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Dus ik verwacht ook best wel een grotere groep. Omdat de finale, ja, is eigenlijk voor dat soort mannen allemaal prima te doen.